Hallo, ik ben Amberlien en ik loop momenteel stage bij Politie Brugge. En ik heb hier al superveel bijgeleerd, onder andere over verkeer en zo. En ik vroeg me eigenlijk af hoe het gesteld is met de verkeerskennis van de Brugse jongeren. Weet je, we gaan hen gewoon een paar moeilijke vragen stellen. Mag je met je gsm op de fiets fietsen? Nee. Nee, want je krijgt een boete. Nee, dat is verboden. En mag je naar muziek luisteren op de fiets? Volgens mij ook niet. Nee, ik denk dat ook niet eigenlijk. Want je hoort dan toch niet? Ja, je hoort. Ja, dat mag niet, denk ik. Dat je niet op je gsm mag zitten, maar met oortjes, maar ik denk wel, maar niet te luid. Ja, dat je het wel nog hoort. Dat je wel met oortjes mag, maar niet te luid, dat je wel nog een verkeerd rondje kan horen. Ja. En mag je zonder handen fietsen? Nee, beide handen aan het stuur altijd. Ja, inderdaad. Nee, mag ook niet. Ook niet, nee. Nee. Mag je dan je liedjes veranderen terwijl je aan het fietsen bent? Ik denk het niet, want dat hoort ook tot gsm-gebruik. Nee. Dat zijn die draadloze oortjes voor dat je tijd. Wat is dat niet, dat de boetes nu verhoogd waren als je op je gsm zit en dat geldt ook voor de fietsers, hè, als je op je gsm zit? Gsm-gebruik op de fiets is altijd verboden. Naar muziek luisteren met oortjes kan wel, zolang je het verkeer blijft in de gaten houden. Een tip is, een vaste houder monteren op het stuur van de fiets en zo kan je hem wel bedienen.